Laten we gaan kijken of dit lukt, jongens. Let's gizzo! Yo, Nintendo fans, yo, Rickachu Army. Mijn naam is Rick en wil jij ook bij de Rickachu Army? Druk even op die rode abonneerknop hier beneden. En dan ga ik vandaag weer beginnen aan mijn Fire Only Challenge. Waarin ik alleen maar met Fire Pokémon mag battelen. Ik mag geen andere Pokémon gebruiken. Alleen maar vuur Pokémon. Ze mogen wel twee types zijn, dus dat is nice. En in de vorige aflevering hebben we Dionne toegevoegd. Dat is onze Salandit. En dit is Wilbo. En Wilbo moet even afrekenen met deze Yamper. En dat gaat hem ongetwijfeld lukken. Want Wilbo is eigenlijk ook een dikke baas. Kijk, Yamper miste zijn attackje al. Dan kan Wilbo even nog een flamewieletje doen. En dan is Yamper gewoon keihard down. Maar, jongens, echt, we hebben een probleem. Want waarschijnlijk gaan we in de nieuwe gym 3 nieuwe Pokémon vangen. Dat betekent dat er 1 Pokémon te veel is. En de grote vraag is wie er dan uit moet. Is het Reboot, Ronald? Is het Wilbo, onze Growlithe? Is het Don, Gameneer? Ja, dat is deze Pokémon. Of is het Dionne, die we net hebben gevangen? Ik vind het nu al lastig. En ik ben benieuwd of er inderdaad bijvoorbeeld ook een Vulpix loopt op de plek waar we in deze aflevering naartoe gaan. Of dat daar misschien in Pokémon Shield dan toch een Growlithe loopt. Dat zou ook kunnen. Dan hebben we helemaal het probleem niet. Dus dat is dan lekker makkelijk. Terwijl we Swoobat even keihard makkelijk slopen. Geen enkel probleem. En Caroline is verslagen. Die hier zo heel sneaky op deze route stond te chillen. Hey, ik zie daarboven een Pokéball. Ik vind het trouwens super tof. Al die Salandits die zo achter je aan sluipen. Wisten jullie trouwens dat alleen een vrouwtje Salandit evolueert? Dus je moet eigenlijk nooit een mannetje Salandit vangen. Dat is ook best wel een ding. Als je dus wil gaan shiny hunten op Salandit. Shiny Salandit is echt super tof. Die is wit. Heeft een zwarte kop en een wit lijf. Maar ja, als je dan precies een shiny mannelijke Salandit krijgt, ja, dan ben je niet blij. Hallo meneer! Jij hebt sowieso Growlithe bij je, meneer de politieman. Gaan we Growlithe tegen Growlithe doen? Ja hoor, het gebeurt. Come on, Wilbo. Hoppakee, critical hitje. En Growlithe doet leer. Oh, arme politieagent. Een goede politieagent is blijkbaar nog geen goede Pokémon trainer. Nou ja, weet ik eigenlijk ook niet of hij een goede politieagent is. Geen idee. Maar ja, zijn Growlithe en zijn Pokémon trainers abilities, die zijn niet echt super dope. En dat was het al. We zijn in Motorstoke City. En gaan we gewoon rechtstreeks naar de gym? Let's go rechtstreeks to the gym. Of niet? Want iemand houdt ons tegen. Want Kaboe is er pas in de morgen weer. Oh! Ik vond het al zo raar dat het avond was. Maar ik neem deze let's play gewoon overdag op. Dus ik vond het al raar. Maar dat moet dus voor de story. En dat was super nice. Want volgens mij konden we daardoor die Salandit vangen. Omdat het avond is. Oké, we moeten eerst even gaan slapen. Marnie zegt, Rick, ben je nog steeds buiten? Ondanks dat het al zo laat is. Ik kan wel wat hulp gebruiken. Ze wil namelijk testen of ze ready is voor de volgende gym. En Team Jel staat er alweer achter te juichen voor Marnie. Oké, let's do this, Marnie. Even een testie of we er klaar voor zijn voor de volgende gym. De volgende gym wordt vuur tegen vuur. Dus ik ben heel benieuwd. De eerste Pokémon waar we mee te maken krijgen is een Croagunk van level 24. En ik ben sneller dan die Croagunk van level 24. Dat is super chill. Kijk, Wilbo begint wel lekker te gaan eigenlijk. Waar je misschien best wel moeite zou kunnen hebben met een Croagunk, doet Wilbo gewoon even kablingy blam. Gewoon bijna een one-hit KO. Marnie gooit een potion. Nou ja, dat maakt allemaal niet zo uit. Dan doen wij het gewoon nog een keer. En daar gaat hij al. Daar gaat hij al. Lekker bezig, Wilbo. Ja, ik moet zeggen, in het begin vond ik je niet zo goed. Maar je wordt steeds beter. Oké, Scraggy is de volgende. We zouden even kunnen kijken of Dionne er klaar voor is. Dionne kan ook wel wat XP gebruiken, denk ik. So, let's go. De allereerste battle van Onity in deze game, jongens. Ze begint met Poison Fang. Come on. Let's get that Scraggy. Lekker bezig. Oké, het is geen... Het is nog niet heel sterk. En Scraggy is inderdaad sterker dan ons met zijn headbutt. Maar misschien kunnen we hem poisonen. Dat zou wel lekker zijn met Poison Fangy. Kijk, hoppakee. We hebben hem gepoisoned. Helemaal top. En hij is zelfs badly poisoned. Alleen, ja, dit doet iets te veel pijn op Dionne. We moeten Dionne nog een klein beetje trainen, jongens. Ronald, neem jij het even over, vriend. Kopstoot. Zo, maar die kopstoot die is wel aardig, hoor, van die Scraggy. Ondertussen heeft hij lekker last van zijn giffie in zijn lijf. Oké, Ronald, let's do this. Jij kan dit makkelijk even fixen. Hoppakee, ja, Ronald is wel echt wel een aardig hoog leveltje, jongens. En dat betekent dan ook het einde van Scraggy. Jullie zien hierboven trouwens mijn social media links, Twitter en Instagram. Op Twitter hebben we bijna de 1000 volgers bereikt. En op Instagram hebben we bijna de 2000. Volgens bereikt. Dus help me even. Ga even daar naartoe. En gewoon even die follow. Gewoon omdat het kan. Weet je wel. Morpeko. Wat voor type is dat eigenlijk? Weet je wat? Doe maar even double kick. Is Morpeko een normal type? Is dit daarom dat dit super effectief is? Lekker hoor. Oké, Marnie. Heb je nog meer Pokémon? Nee, dit was het voor Marnie. Nou, maar Marnie, ik vind je nog steeds super aardig hoor. Marnie en Morpeko gaan lekker naar bed. En
De volgende morgen gaan wij naar de gym van Cabu. Dit wordt hard, jongens. Dit wordt vuur tegen vuur. Dit wordt alleen maar vuur. Ja, Hoppie heeft zijn badge al binnen, zegt hij. Dat heeft hij alweer even gefixt. Nou, wij gaan dit ook fixen, jongens. En we gaan nieuwe Pokémon vangen. En daar heb ik altijd crazy veel zin in. Want eentje die we nu gaan vangen, vind ik echt heel nice. Eigenlijk vind ik er twee heel nice, volgens mij. Deze gym is gewoon nice. Kijk, dit is de gym. En inderdaad, volgens mij zie ik daar een Vulpixie, jongens. En daar komen we aan met ons mooie rode kapsel. Nee, de kleur rood is mooi, maar het kapsel is nog steeds niet on fleek, jongens. We moeten 5 punten fixen om deze gym missie te halen. En als je Pokémon vangt, krijg je meer punten dan als je Pokémon verslaat. Je gaat het in duo battles doen. Dus wat je niet wilt, is dat degene met wie je speelt die Pokémon sloopt. Dan ben je niet blij. Want dan zou het zomaar kunnen betekenen dat het nog heel lang duurt voordat je die Pokémon wel gaat vangen. En we beginnen hier met een hele schattige Vulpix. Yeah, Vulpixie. Hoppakee, Rollycolly gooit die andere eruit. Het is een vrouwtjes Vulpix ook nog. Nou, wat leuk. Mijn tactiek in deze gym is gewoon Pokébal gooien. Gewoon niet moeilijk doen. Gewoon alleen maar ballen gooien, zodat je sowieso die Vulpix niet verslaat. Want als we die Vulpix verslaan, dan is die weg. En dat moeten we niet hebben. Kijk, dat gebeurt inderdaad dit, dat die eruit gaat. Dat is allemaal hartstikke jammer. Maar Rollycolly die gaat dus wel aanvallen. En ik hoop dus dat hij niet opeens een of andere sikke super effective move doet, waardoor Vulpix gewoon down is. Ik gooi alleen Pokéballs. Kijk, hoppakee, derde tikkie. Hebben we een? Hebben we een Vulpix? We hebben een Vulpixie in ons team. Maar hoe gaat deze Vulpix heten? Dat is de vraag. Ik ga even kijken op mijn telefoon. Wie zijn de bekendste vrouwelijke YouTubers en wie past hierbij? Nikki Tutorials, Saskia's Dansschool, Nice Nienke, Beauty Gloss, Monica Geuze. Vulpix is natuurlijk wel een mooie Pokémon. Een hele elegante Pokémon. Het moet een beetje een elegante YouTuber zijn en dan inderdaad een vrouwelijke YouTuber. Teske. Teske vind ik trouwens echt een leuke chick. Shoutout naar Teske. Femke Louise. Ja, dat kan ook. Maar ik zoek eigenlijk gaming YouTubers. Weet je, jullie kennen vast de Dutch terms wel. Vincent en Eva. Ik noem deze Vulpix gewoon Eva. Yes, Eva. Welkom in het team. Vincent en Eva houden ook onwijs veel van Pokémon. Dus weet je, dit is eigenlijk best wel een goede match. Oké, door naar de volgende. Wie gaan we hier vinden dan? Hallo, Pokémon. Oh, daar loopt hij. Is dit? Ja, deze vind ik vet. Dit is een Sizzlypede. Heel cool. I love Sizzlypede. En dit is een mannelijke Sizzlypede. Heb ik nog wat andere toffe Pokéballs? Oeh, misschien kan ik Netballs proberen. Want dit is ook een Bug-type Pokémon. Laten we dit gaan proberen. Netball. Go, go, go. Vang hem. 1. En 2. En hebben we gelijk? Hebben we gelijk? Hebben we gelijk, Sizzlypede? Hoppakeetje. Lekker. En ja hoor, daar is die Sizzlypede. Maar wie is dan een Sizzlypede? Welke YouTuber lijkt er op zo'n 1000-poot? Welke YouTuber is een 1000-poot? Dat moeten we ons gaan afvragen. Welke YouTuber doet 1001 dingen? Ik dacht eigenlijk aan Milan. Maar Milan doet echt bijna geen gaming meer. Bardo. Misschien is Bardo een goede optie. Maar doet Bardo nog gaming? Bardo, kan ik met jou een deal maken? Ik noem jou een Sizzlypede. En dan ga jij weer een Pokémon video uploaden. Ik vind dit een goede deal, Bardo. Zei ik nou, ik noem jou een Sizzlypede? Ik vernoem Sizzlypede naar jou. Dat is wat we gaan doen. Bardo, vriend, welkom in dit epische vuurteam in Pokémon Shield. En nu mogen we dus nog één Pokémon gaan vangen. En die Pokémon die zit daar verstopt. En jullie weten wie het is, jongens. Het is freaking Litwick. Litwick is epic. Litwick mogen we ook gewoon in ons team doen. Litwick is een Fire en een Ghost-type Pokémon. En ik hoop trouwens dat we hem vangen. Het zou wel zijn als we hem nou gewoon niet vangen. Het is een mannetjes Litwick. Zal ik een Friendball even proberen te gooien? Dit zou echt dope zijn als Litwick in mijn Friendball komt. Dat zou ik echt heel erg leuk vinden. Kom op, Litwick. Kom je in mijn Friendball? Kom je echt in mijn Friendball? Oh, net niet. Oké, laat ik dit serieus nemen. Laat ik gewoon een Great Ball gooien. Straks gaat Litwick dood. Litwick mag echt niet dood, jongens. We moeten Litwick vangen. Ik wil deze zo graag toevoegen aan mijn team. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Yes! We hebben een Litwick. Dit vind ik super dope. Nu is alleen de vraag. Welke YouTuber lijkt op een spook? Welke YouTuber is zo wit dat hij op Witwick lijkt? Laten we voor het gemak even Witwick noemen. Thomas de Sapling. Thomas, jij wel een aardig blank huidje. Ik vind jou eigenlijk de perfecte Litwick. Ik denk dat we een match hebben. Wil ik een nickname geven aan mijn Litwick? Zeker wil ik dit. Het is
Thomas de Sapling! Ja hoor! Alleen, nu hebben we dus een probleem. Ik wil Thomas sowieso aan mijn teampie toevoegen. Gefeliciteerd Thomas, jij zit erbij. Maar, er moet er eentje weg van deze zes. Nou hou ik heel erg van duo-types. En Wilbo en Eva zijn geen duo-types en die gaan het ook niet worden. Dus ik vind dat of Wilbo of Eva weg moet. En in alle eerlijkheid, Wilbo en Ronald zijn wel matties. Die moet je eigenlijk bij elkaar houden. Voor nu dan. Ik weet niet hoe lang dit nog gaat duren, maar voor nu wel. Bardo gaat niet weg. Bardo vind ik een baas. Wilbo, gefeliciteerd. Je mag ook blijven. Ronald, je bent mijn starter, vriend. Jij blijft er sowieso bij. Don, vuur en steen is super nice. Dionne, ik hou van Poison-type Pokémon. Ik kan er niet omheen. Altijd handig om in je team te hebben. Ja, Eva, sorry. Het was echt van hele korte duur. Als deze Litwick was gesloopt, dan was je erbij gebleven. Maar ja, Thomas, welkom in het team. Hoppakee, en we hebben de missie gecleared. Doen we gewoon even. We hebben alle Pokémon gevangen die we hier kunnen vangen in deze gym. En we zijn ready voor de finale strijd tegen Kaboe. Heb ik nog wat itempies die je kan geven? Ja, de Shellbell, die kan ik wel aan iemand geven. Die geef ik aan Dionne, want Dionne heeft de minste HP. Silver Powder boost de power van Bug-type moves. Dus die geven we alvast aan Bardo. En weet je wat? Laten we de Amulet Coin even geven aan Thomas. Totdat we iets beters hebben. Dan krijgen we meer geld als Thomas ook meedoet. Don staat op de eerste plek om deze gym te fixen. Laten we gaan kijken of dit lukt, jongens. Let's gizzo! Daar zijn we. Kaboe. Hier komen we. Het vuur staat weer in mijn ogen. We doen het haartjes even goed. En we kijken naar rechts. En daar staat hij. Kaboe. Dit is eigenlijk mijn grote voorbeeld. Kaboe is eigenlijk mijn allergrootste voorbeeld. Want hij doet wat ik eigenlijk ook doe. Alleen hij heeft zijn eigen gym. En ik nog niet. Dus we moeten hem gaan verslaan. We hebben 6 Pokémon. Dit moet toch wel gaan lukken, denk ik. Ik ben alleen een klein beetje bang voor het niveau. Voor het level van de Pokémon van Kaboe. Maar aan de andere kant, we hebben echt super erg lopen trainen voor de gym van Nessa. Dus eigenlijk, ik verwacht hier niet heel veel problemen. Maar je weet het natuurlijk helemaal nooit. Dit is wel een vette gym, jongen. Kijk al dit rood in die gym. Super dope. Kaboe! Here we go! Let's do this! Hij begint met een Ninetales. Ja, als Ninetales mijn team gaat slopen, dan, ja, dan lacht Eva het hardst, denk ik. Want die is net weer gelijk uit mijn teampie verdwenen. Daar gaan we, jongens. Let's do this. Ancient Power. Oké, hij begint met een Quick Attack. Dat gaat me niet super veel pijn doen. Dat vind ik helemaal dikke prima. Ik begin met Ancient Power. Let's go. Ja hoor, ja hoor. Dit doet echt lekker veel pijn. Heerlijk. Goed bezig, Don. Dit kan jij. Nog een keer een Quick Attackie. Nou ja, ik vind het helemaal goed. Don overleeft dit makkelijk. 2 vingers in zijn neus, jongen. Alleen heeft Don geen neus, zo te zien. Ik zag geen neus op deze Pokémon. Maar Ninetales is Diggy Down. Hoppakee, dat is 1. Volgens mij gaan er een paar level up. Zeker wel. Don gaat zelf een level up en Dionne gaat een level up. En Dionne is vooral heel erg goed in special attack. Dus dat moeten we even in de gaten houden, dat Dionne vooral special attacks leert en minder physical attacks. Wat gaat er nu gebeuren? Een Arcanine. Die kunnen we ook hebben. Dit hoeft ook echt totaal geen probleem te zijn. Arcanine is wel zo mooi. Oh, ik vind dit zo'n mooie Pokémon, jongen. Wisten jullie dat ze in eerste instantie hadden bedacht dat Arcanine een legendarische Pokémon zou zijn? Het is uiteindelijk niet gebeurd, omdat ze dus hebben gekozen voor de legendarische vogels, maar ze hadden dus Arcanine bedoeld als legendarische Pokémon. Arcanine doet Bite. Oh, en ik ben flinched. Yo, Arcanine, daar ben ik niet blij mee. Doe eens even rustig. Doe eens even rustig, Kaboe, met je Arcanine'tje. Hoppakee, wij gooien even Ancient Power erin. En dat doet lekker veel pijn. Ancient Power zou ook mijn stats moeten boosten. Maar dat doet hij niet. Hij doet het niet. Hij is kapot, denk ik, of zo. Ik heb hem nu voor de 4e keer gebruikt. Ga je nu een keer mijn stats boosten? Nee, hè? Nog steeds niet, hè? Nee, maar we hebben Arcanine wel verslagen. Dus dat is het allerbelangrijkste. Lekker! Wilbo gaat een leveltje omhoog. Die is ook onderweg om Arcanine te worden. En nu, Sandiscorch. Wil ik wisselen? Nou, ik denk eigenlijk niet dat ik wil wisselen. Nee, nee. Ik vind het wel prima zo gaan met Don, eigenlijk. Don, die sloopt deze hele freaking gym. Sandiscorch! Oh, wacht even. Hij gaat Sandiscorch Dynamax, hè? Daar had ik niet over nagedacht. Ik denk dat hij mij gaat slopen. Ik denk dat Sandiscorch veel sneller is. Nee, ben ik sneller? Ben ik sneller dan een Sandiscorch met Don? Holy crap. Oké, die zag ik niet aankomen. Helemaal mooi. Dan kan ik hem in ieder geval 1 keer hartstikke goed raken. Let's go. Lekker Don. Onze mijn car. Nou, daar gaat hij. Kaboe, die gaat hem natuurlijk Gigantamaxen. Dit is zo vet. Gigantamax Sandiscorch vind ik een van de vetste Gigantamax Pokémon. Sowieso van het begin. Er zijn er nu een aantal bijgekomen die ook Gigantamax zijn. Zoals Snorlax bijvoorbeeld. En Toxtricity. Maar kijk dit. Dit is toch gewoon Rayquaza nummer 2. Dit is zo'n epic Pokémon, jongen. Sandiscorch is level 27. Ik weet niet welk level ik ben. Maar in ieder geval ben ik wel sneller. We doen Max Rockfall met Don.
Hoppakee, op z'n bakkes. En bijna in één keer gesloopt, maar bijna is niet helemaal. Dus we moeten nog even oppassen. We zijn er nog niet. Hij doet Max Flutterby. Het ziet er wel heel cool uit. Ja, het is niet erg effectief. Sorry man, we raken hem ook nog even met de sandstorm. Ik ben wel langzamer geworden nu, maar we zijn alsnog sneller. De derde badge is in de pocket. De derde badge is in de pocket. Vuur tegen vuur. Wij hebben laten zien wie de echte vuurbaas is in dit spel. Ja, ja. Dat zijn Don, Ronald, Wilbo, Dionne, Bardo en Thomas. Hoppakee, daar staan ze. We hebben dit gewoon gefixt hier. En het ging nog makkelijk ook, jongens. Potverdorie. En dat mag ook wel naar de vorige gym. De vorige gym van Nessa, die zo moeizaam ging. Dan is het wel fijn dat deze even wat makkelijker gaat, jongens. Daar ligt hij. Kaboe, we hebben hem verslagen. Kaboe zegt dat hij nog heel veel moet leren. Ja, je hebt wel een klein beetje van je leerling verloren nu, hè, Kaboe? Anyway, we schudden elkaar de handen. En daar is die, jongens. De Fire Badge. Gras, water, fire. Alle drie zijn ze binnen. Door naar de volgende vijf. We krijgen ook nog een TMP. Will-O-Wisp. Hiermee kunnen we tegenstanders burnen. Ik weet niet of ik die heel veel ga gebruiken. Misschien wel. Weet ik nog niet. En we krijgen natuurlijk het uniform. Het uniform van Kaboe. En die moeten wij natuurlijk ook aandoen. Het fire uniform. Sowieso. Jongens, doe even een blauw duimpje omhoog voor deze serie. Abonneer op mijn kanaal als je meer Pokémon en Nintendo video's wil zien. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatu. En dan zie ik je daar. Of ergens anders bij de volgende video. Maak allemaal niet uit. Tot de volgende keer. Mazzel!